Maar dat is een bed. Hij is nice en zacht. Oké. Okay. Alright, zijn we er klaar voor? Nee. Nee. Ik sta er, ik ben er wel klaar voor. Oké, en dan. Rolf, kan je me nog één keer slaan, want ik heb nu net iets te veel. Ik ben Kirsten, sla mij ook één keer. Schijnbaar was ik al een kwartier lang aan het testrecord. Oké, prima. Oh, nog één keer, nog één keer. Wat? Hier zit in de gaten. Ja, dankjewel. Klaar voor? Nee, ja, ik mis het. Ja, maar je leeft nog, je leeft nog. Melvin, je kan het. Oké. Ik dacht echt dat het mis zou gaan. Alright. Zijn we er klaar voor? Ja. Yo. 3. 2, 1, go. Oh! Dit is Noobcraft Sadistic Survival. Samen met... Rolf! En ik ga slapen. En ik Kirsten. Ga bedden waar Rolf slapen. En ik Kirsten. En Yuri! Ah, fuck ja. Yeah. En ik ben Douglas, jullie gids in de wereld van Hardcore Survival! Oké, okay, oh. Douglas! Oh my god! Ah. Maar dit is geen hardcore, want we respawnen nog. Wat is het voor een boekje? Oké, dit is hardcore in spirit only. We hebben dus net 31 afleveringen gehad van Sadistic Survival. En dat betekent dat we dat dus gaan vieren, want de laatste keer dat we 31 afleveringen hadden, waren Kirsten en ik die met Hardcore Survival 31 afleveringen hadden. Dus dit is nu, bij deze, de langste serie. Yay! Yay! Dat gaan we dus vieren in de Hardcore Survival wereld. Yay! Yeah. Oké, hou eens op! Ik ben het uitleggen! Goed, wat we dus gaan doen, je ziet dus die world border hier om ons heen. Fuck! Die ga ik heel groot maken. Shit. En daarna ga ik ervoor zorgen dat hij binnen 25 minuten zo klein wordt dat hij precies om deze grote toren van Bedrock heen zit. Dus ze zitten allemaal straks zo. Oké, Duk. Ja, maar dan ga je dood. Want als je buiten de wereldborder komt, dan ga je langzaam dood. Nou, het gaat vrij snel trouwens. Maar dit is het spelletje van HZZ1. H1Z1. Dat voor Battle Royale. Zoiets? Ik probeer buiten de... Nee, het kan alleen maar als de worldborder aan het krimpen is. Ik zal het laten zien, wacht. Oké. World border. Wacht. World border. Ik ben hier niet klaar voor. Set. 5 in ongeveer 15 seconden. Daar komt hij dan. Oh nee. Ik wil niet. Oh, dit is. Oh my god, dit is super eng. Dit is super. Ik heb het bordje dicht gedaan. Dit gaat veel te snel. Douglas, zet het stil. Oh, dit is gezellig. Dus dit is 3. Hij wordt, straks wordt hij echt helemaal om dit ding heen. Oh. Maar als je me dood de enige plek. Oh, ik leef nog. Guys, de enige plek die veilig is, is helemaal bovenaan. En ja, deze toren gaat ook door de grond naar beneden. Helemaal bovenaan is de enige plek waar je echt officieel veilig bent. Waar je niet kan komen, want het is. Dus wat ik zo meteen ga doen, ik zet de world border weer lekker groot. Dan laat ik hem naar binnen krimpen op 3 blokjes per seconde. Want, dat is. 3 blokjes per seconde? Ja, 3 blokjes per seconde. Nee, dat is vrij wacht gauw, even, je moet het er wel uit kunnen rennen. Dus ja, dat kan je zeker. Wat we dus ook gaan doen, is dat ik hier zo meteen een code intypen en dan worden we allemaal verspreid over de gehele map. Daarnaast doen we allemaal onze microfoon uit, zodat we niet elkaar kunnen horen. Oh, zodra je dood bent, want het is natuurlijk een Battle Royale, maar zodra je dood bent, dan moet je naar spectator mode gaan. En dan is het misschien verstandig om naar Selwyn toe te gaan. Selwyn die heeft namelijk geen camera, omdat zijn computer niet snel genoeg is daarvoor. Oh, in de... Loser! Ja. Mag je armen maken en zo? Je mag alles maken wat je wil, dat is het idee. Het idee is dat je jezelf probeert te redden. Als ik jullie was, zou ik even je coördinaten nu checken. Want zometeen is dit het middelpunt en weet je niet misschien waar je naartoe moet. Shit, dat is misschien wel handig. Ik was het al aan het doen. Oké, goed. Wacht even. World border. Wacht even. En we gaan teleporteren in 3, nu! Wacht. Of heeft hij een bed? Er is niks omheen gespannen, want ik zie niks. Nee, dat is nog bezig. Het staat aan het laden, want dan zit je in een nieuwtje. The blackness is swallowing my soul. Ja! Oké, sneeuw. Oké, succes, guys. Succes, ik ga muten. Iedereen heel erg veel succes. En dan gaan we nu beginnen! Woe! Yeah. Awesome. Ik heb geen idee waar ik naartoe wil. Kan ik de borden vanaf hier zien? Oké. Mijn locatie is... En ik moet naar... Oh, verdomme, ik moet echt naar het eind. Ik ga gewoon naar het midden proberen te lopen. Oké. Hout!
Wat gaan we doen? We gaan eerst een crafting table maken, want dat is sowieso nodig. Alright, dan snel een kistje bouwen. Wat? Want dit is niet. Oh my god, dit is stil. Ik weet niet waar ik heen moet. Wacht, dat zal de coördinaten. Wow, Ralf is al een mijne, shit. Gaat wel echt hard dit. Nou, ik heb een pickaxe, dus dat is mooi. Er waren hier wat kippen. Die ga ik even killen, zodat ik in ieder geval wat eten heb. Oh shit, ik ga niet de goede kant op. Oké, hier moet ik. Ik denk dat ik gewoon voor wat snelle equipment ga, dan is het goed. Wacht, ik moet natuurlijk nou niet te hard gaan rennen. Oké, snel, maken. Oh yes, cobblestone. Oh, stress! Het is niet leuk, je kan gewoon op ieder moment doodgaan, dus... Schep nodig. Nou, het leukste zou ik als ik gewoon een grot heb, dan vind ik extra snel dingen, maar... Ik zie die zo direct niet. Oké. Nu moet ik stenen dingen gaan verzamelen. Oh, yes, ik heb een grot. Dat is beter. Oh, is het misschien een van de grotten die niet leeg is gemaakt? Ik heb ook echt geen idee waar die border is. Een bijl maken. Oh, een bijl maken. Dat is het andere ding wat ik hard nodig heb vandaag. Oké. Nou is het mijn time to mine. Alright. Oh my god, ik heb de world. Dit is de world border alweer. Holy shit. Iron, iron, iron. Er zijn mobs! Kom op, die. Oké, de iron heb ik nog. Oké, een cave. Ik heb een cave nodig. Ik heb echt nu een cave nodig. Oké, ik kan toortjes maken. Jee, verzwaardig. Wel stond dat iedereen nu maar achievement ziet, maar ja. Ah, kijk. Water. Maar geen god. Nou ja, jammer dan. Dan ga ik hier gewoon willekeurig naar in. Oh, hier. Een god. Ha. Oh, nice, Dave. Misschien kan ik hier wat iron vinden. Yes! Dit is wel een beetje kut. Ja! Found it! Yeah, he's best for iron. It's echt chill. Right. Oh! Oh! Nee! Nee! Wat? Wat? En Douglas is al dood. Holy shit. Dat is wel knap. Oh, kom ik hier uit eigenlijk? Oh shit, wordt nog donker ook. Oké, Douglas is suffocated in the wall. Waarschijnlijk omdat hij dus gewoon ging graven. En er niet meer snel genoeg uitkwam, omdat die muur gewoon verschrikkelijk snel dichtbij kwam. En ik zag hem net achter me, daar. Dus ik ga nu eigenlijk, wat mijn tactiek is om zo snel mogelijk naar het midden te gaan. Want dan heb ik het meeste tijd. Dan ga ik nu snel eventjes een... stenen pickaxe maken. Oh, ik moet nu een furnace hebben. Shit, ik heb meer kolen nodig nu. En meer stenen. Oké, ik heb 7. Ja, ik kan... Oh! Even kijken hoor. Oh. Fijn, dus dat betekent dat hier waarschijnlijk al kool ligt. Ja, nice. Oh shit, skeletten. Ander idee. Ik ga gewoon mijnen. Skeletons, really? Oh my god! Een mini nether. Oh mijn god, dit is geworden. Oh nee! Ik heb het al! Ik heb geen idee waar die border is, maar zonder een beetje armor en in ieder geval staal en zwaard kom ik niet zo ver. Ik ga gewoon door en hoop dat het niet al te dichtbij is. Oh kut! Dat is de border. Mops. Nee, mop, raak me alsjeblieft niet. Oh nee, ik heb natuurlijk geen crafting table meer. Oh mijn god. Oké, dit is kansloos. Ik ga waarschijnlijk dood. Shit.
Nee, godverdomme. Ah, ik ga dood. Kut. Ah, damn it. Oké, het ziet er redelijk veilig uit hier. Oh god, score down the man. Oké. Woe! Oh, daar is een village en die is nu door de wall compleet ingesloten. Oh, als je mazzel hebt, zit je zeg maar niet dicht bij de wall. De muren zijn gewoon gevaarlijker dan de spelers. What the fuck? Oh my god, ik haat nu niet, zombies. Oké. De wall is nu meer in zicht, maar hij gaat zo direct te snel. Het is echt naar. Wat ik kan doen is rennen, hopen dat ik het huis vind. Het mag wel eens dag worden. Zo. Wat moet ik doen? Oh, oké, steen. Ik heb steen nodig. Ik ben gewoon echt serieus bang dat ik hier eigenlijk geen tijd voor heb. Wat best wel bizar is. Waarom ziet iedereen maar achievements? Dat is stom. Stress is hoog. Wacht. Ik moest naar 400. Nee, ik moest naar 41. Wauw, ik moet heel ver naar beneden. In principe zou ik 25 minuten hebben, maar ik heb niet helemaal gekeken laat het was toen. Oh nee, shit, hier is de wolf verkeerd. Oh nee. Ik wil eerst gewoon bij het kasteel komen. Dus bij het kasteel denk ik dat ik daar de mijnen in misschien in gaan. Zullen die waarschijnlijk al helemaal leeggehaald zijn? Is dit wel wat ik nodig heb? Oké, dus nog tegen Held. Oh, Las. Dit is zo eng. Hoeveel moet ik hebben voor een chestplate eigenlijk? Ik kan 8 genoeg. Oh yes, net genoeg. Maar dat heb ik geen zwaard. Nee, ik ga terug voor de zwaard. Ik weet niet wat ik doe. Oh my... Wow. Ah, hier is ook al de wall. Oké. Wat heeft hij gelast geplaatst? Oké, daar is de toren. Dan is er iemand dus bij het kasteel. Dat is niet goed voor mij. Oké, het is tijd om te kijken of je van steen armor kan maken, want ik weet het niet. Oké. Nee, het kan niet. Misschien van smoothstone. Maar ik heb geen tijd eigenlijk om dit furnace te gebruiken. Is dat al licht zijn? Nee. Daar is het kasteel. Ik ga ervoor. En hopen dat het goed komt. Man, was misschien een boog maken idee. Nee, ik heb niet een arrows. Oh, wat? Nee, baby zombie. Oké, nu ben ik alweer genoeg van de robot eraf. Kijk, wie het is. Oh nee, ik heb hier nog geen tijd voor de val. Het is in ieder geval waarschijnlijk 100% zeker nodig. Ik kan het net zo goed meenemen. Vraag me af of Yuri en Kirsten al in het midden zijn. Oké, zo'n defender. Als enige hier. Dat is chill. Dat is echt heel erg chill. Dus het is geen iron. Ik heb een plan. Oh mijn god, ik heb een plan. Oké, wacht. Heb ik nog hout? Ik ga heel veel dirt graven. Hoppa. En dan ga ik gewoon naar het midden. Dan ga ik gewoon keihard omhoog stapelen, zodat niemand bij me kan. En wachten totdat zij doodgaan. Dat is denk ik gewoon een heel goed plan. Ik weet dus, kan ik in ieder geval niet verzinnen op dit moment. En weet je, het is misschien niet heel goed. En ik vecht dan misschien niet echt op iedereen. Maar een beter plan heb ik niet. Oh, ik heb experience. Ik kan mijn wapenmachine upgraden. Ah, ik heb geen Lipsuli.
Het was een leuk idee. Oké, ik ga even een kleine verrassing voor mijn vrienden hier achterlaten. Nou ja, misschien naam ook. Oké, dat was best nutteloos. Nou jongens, kom maar. Ben ik klaar voor? Ik heb echt het gevoel dat iedereen gewoon op een heel nuttige plaats is gespand en ik niet. Waarom is daar de... En ik heb ook het gevoel dat ik de hele tijd verkeerd loop. Oh. Dankjewel, dit is het. Dit maakt het zoveel beter voor me. Jackpot! Ervan uitgaande dat zij niet hetzelfde plan hebben, komen ze echt niet zo snel ook zo hoog. Je moet wel echt moeite doen om zoveel blokken bij je te hebben. Oh mijn god, de border is echt heel dodelijk. Dank u. Dank u. Oh, ik ga best heel erg verkeerd. Oeh, cave! Gimme them iron. Yes! Oh, waarom spande ik zo dicht bij de border? Nou, oké. Oh my god! Ik wil bijna naar beneden. En er is hier wel iron, maar ik moet vooral hier overheen, want anders ga ik heel dood, want de border is dodelijk. Oké. Ik denk serieus dat een brug maken het snelste is op dit moment. Nice. Oké. Ga ik naar de verkeerde kant op? Wat? Wat zijn jullie allemaal aan het drinken? Ik ben lekker aan het genieten van een... Ik ben mezelf aan het trakteren. Ik zit hier aan een lekkere whisky. Let's do it. Oh, dit is super scary. Where's border? Oh, even kijken. Oh, shit. Mijn whisky is een lord whisky. Geblend. Dat is aardig sterk. Maar hij smaakt ook goed. Smaakt echt goed. Ik heb hier geen problemen mee. Oh shit. Ik geniet er wel een beetje van. Lekker binnen huis, vuurtje erbij, vlees erbij. Oké, dit is hoe het hoort. Het goede leven. Kut. De border is weg. Dat is aan de ene kant chill, aan de andere kant vind ik het wel... Oh mijn god, dit had ik niet moeten... Is het wel een fijne soort van landmark? Indicatiepunt van waar ik heen moet. Dit is... Ik ben blij dat ik veel blokjes heb, want anders dan ging het nu echt mis. Heb ik de coördinaten al goed opgeschreven? Ja, ik ga nu wel goed. Oh kut, wat doe ik? Oh shit, screenshot gemaakt! Oh, dit gaat wel een probleem vormen. Dit betekent dat mensen dadelijk... in vergelijking met mij... enorm, maar dan ook gewoon enorm gepanzerd zullen zijn. Ik moet gaan minen. Ik moet hier beneden gaan minen. Oké, ik hoop dat ik ver genoeg ben gerend. Oh, ik heb maar één blok kunnen pakken. Ik heb hier niet. Maar dan ook gewoon niet die equipment voor. Oké, gewoon door blijven lopen. Ik ben wel erg benieuwd waar de rest is. Oh, nog een cave. Misschien kan ik daar nog een iron blok uit halen. Yes, ook het. Monsters. Let's do this. Oh mijn god, daar is het. Oké, dan. Ook het. Hey. Oké, Douglas is misschien dit huisje vergeten voor de resources. Oh, laten we het hopen. Oké, waarom deed ik dit? Nee! Oh my god. Ah. Ga eruit. Do this. Oké,
Ja, duk je telefoon naar me toe, want je hoorde me. Hier is een extra huisje. Oh mijn god, de border komt dichterbij. Maar we gaan het riskeren. Oh shit. Oh shit. Wil ik dit riskeren? Hoe dichtbij is het al? Het is echt super dicht. Ik hoop niet dat je heel snel doodgaat. Oh no, oké, de props zijn hier al weg. Nee, oké, laat me zitten. Dit wat is. Kom op. Allemaal dat is waar ik helemaal boven zit. Ik zit eigenlijk uit zo'n heel klein rotsgaatje waar ik dan moet klimmen. Oké, heb ik tijd? Ja. Eten. Oh, daar is het al. De kans is wel heel erg aanwezig dat ik zo meteen iemand tegenkom. Weet je, ik maak me waarschijnlijk gewoon veel te veel druk. Ik bedoel, en zullen toen hier een complete chestplate hebben. Dank u. Yes. Recht naast die paal gaan staan. Dan gaan stapelen als een gek. Recht onder jullie eigen huis. Oh, daar is iemand beneden. Oké. Okay. Prima, Chima. Moet je zelf weten. We doen het. Oké, dit is wel echt serieus. Misschien een beetje pussy tactic, maar ik denk dat het echt het beste is dat ik hem kan doen. Even kijken of ik me in een huis kan verstoppen. Of in zo'n toren. Oké. De weg terug. Eigenlijk, het heeft ook niet zoveel zin om hoger te gaan. Van het dak, daar kan ik ze zien aankomen. Dat is op zich best handig. Oh shit, dit kan niet. Dit kan niet. Ik heb geen hout. Ik kan geen table maken. Wat? Waarom zit er een rode rand op mijn scherm heen? Sneeuwballen! Oké, ik wil ze laten schrikken. Ik wil het sowieso even van, what the fuck is dat? Wat? Oh my god. Hier man, met een zaadje. Holy shit, dat is dichtbij! Oh jongens. Oké. Ja, daar komt het al. Daar is het einde. Ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Dat is fijn. Ik denk dat het gelijk spel is dan. Oh, we gaan tegelijk dood. Nee, ik heb niet vol. We're stuck. Oh, misschien gaan we niet tegelijk dood. Ik heb het misschien verpest. Hoi, ik win! Heb ik nou gewonnen? Volgens mij heb ik gewonnen. Kissen ligt nog. Hoe krijg je dit voor elkaar? Hallo, ik zit gewoon. Waar ben je dan? Op mijn. Ze zit op in mijn... de world border geplakt. Oh, wat? Waar was je dan? Huh? Waar is Kirsten dan? Oh, wat? Ik sta nog steeds op mijn duurtje. Ik kan hem ook niet meer neerhalen ofzo. Ik kan helemaal niks. Ik zet de world border maar even gewoon. Ik sta gewoon op mijn cobblestone ding. Ja. What the fuck? Ik sta op mijn cobblestone ding. Cobblestone ding? Ja. Oh, naast die toren. Ik zit niet op creative mode of zo, ik zweer. Nee, maar je zit gewoon. Ja, wat is dat nou? Want ik zat op precies dezelfde afstand. Oké, goed. Dus Kirsten heeft soort van gewonnen, met maar het is niet gewonnen. 100% legit. Kirsten, ben je het er ook mee eens? Ik niet had gewonnen, want ik ging eerder dood in jullie. Ja, daar ben ik wel mee. Zullen we een three-way, hoe heet dat? Sudden death. Royaal houden, gewoon in dit kleine hokje. Ja, maar dat iedereen krijgt gewoon alleen een zwaard en verder geen armor en dan... Maar... Ja, oké. Okay. Maar nu hoeven we niet iedereen te muten, toch? We hoeven niet per se iedereen te muten. Nee, ja, dat is niet nodig. Nu kunnen we gewoon praten tegen elkaar. Alright. Dus dan kunnen we trash talken. Dit is casual core. Hier is één zwaard. Hier is nog een zwaard. Ik heb nog niks. Kirsten. Maar krijgen we ook geen armor? Nah. Oh, maar dan ga je echt snel dood, hoor. Ah, oh, Iron.
Die beide drieën gaan tegen elkaar strijden. 1, 2, 3. Ik heb 2 chestplates. 3. Ik heb 2. Moet je eventjes verdelen over iedereen. Ik heb een broek nodig. Geef die broek. Okay, ik dan. Heb ook een broek. Ik heb alles. Druk, gaat de worldborder nu weer helemaal naar het midden zodat iedereen doodgaat of niet? Ja! Maar ik zal hem trager laten gaan. Oké! Okay. Oh! Oh, zo! Oké. Oké, goed. Oh, wow, wacht, dat ben ik. Waar de hel ben jij, Sven? World Border. Wat? Ik ben set. Ja, weet ik, maar het ziet er fucking bizar uit. Alsof je zijlinks in de lucht hangt of zo. Oh, bij jou is het dan niet geladen, denk ik. Bij mij wel. Wow, dit ijs soort is zoveel beter dan mijn stenen zwart van net. Ik ben al... Oké! Oh, wat? Oké. Beginnen? Game start! Hey, schaap! Dat is niet handig. Oké. Oké, de border is trager, dus ik denk dat ik hier tijd voor heb. Ik hoop dat ik hier tijd voor heb. Oh, kom op, paard, hou van me! Waar is... Daar... Hoe ver is de border dan? Okay. Oh, je paard houdt van me! Het is nu binnen 5 minuten gedaan in plaats van 25. Oké. Okay. Right. Oké, okay, dan weet ik wanneer die klaar is. Jongens, ik zie de ivoren toren. Oh shit. Nu al. Oh, het wordt spannend, de sirenes gaan aan. Het gaat het niet worden. Ja, oh, sorry, de sirenes zijn bij mij. Alweer. Enschede, hè? Ja, man. Too soon, man. Oké, okay, jongens, van je oogstik, links en rechts kijken. Nu nog too soon? Oh nee, oversteek, links en rechts kijken. Ik was van plan om eten te zoeken, maar ik denk niet dat het gaat worden. Ik zie hem alweer, wat een kutcamera. Oh. Oh, yes, yes, jongens, ik heb weer het voordeel. Hoezo? Nou, ik heb hier dus de vorige keer allemaal meloenen en andere planten zitten planten en die zijn al uitgegroeid. Oh, jij haat er, dat is echt een valse nee. Nee, dat heb ik in de vorige ronde gezien. Ik heb veel van het huis. Ik heb heel veel nee. Die heb ik zelf geplant. Oh, oké, okay, goed. Oh. Nou, maar dat had je de vorige keer geplant. Nee, ik heb er niet genoeg. Ja, oké. Simpel. Oh my god, ik heb er niet genoeg. Jij telt niet helemaal. Ja, hoofd telt niet helemaal. Dit gaat niet zo dan snel. Dan wil ik wel een beetje terug ermee. Ralf, wat vind jij? Moet ik hiermee doorgaan of niet? Want het gaat niet zo snel. Je mag niet om tips vragen. Oké, okay. Second opinion, Ralf. Nee, ik ben na 5 minuten dood gegaan. Ja, precies. Laat ons ook meespelen. En ik vind ik het moet doen, Selwyn. En jongens, Ralf zit in Selwyn zijn hoofd, dus... Ja, precies. In my Selwyn, pak een grasprietje en ga ermee de rest van de teamleden te lijf. Dat kan ik doen. Oké, hier. Oh nee, dit zijn de teamleden, sorry. En dat zijn ook zaden, Selwyn. Ja, als mensen die geïnteresseerd zijn een minigame aan het spelen, verzamel de torch. Ga ze te lijf met je zaad! Ralf? I'm gonna hou je broek come aan. At you with everything I got. Oh, dat knip niet in mijn lijf. Wat gaan we knippen? Oh wel, ik ben wild jullie braaf, dus ik kan Selwyn, kom eens hier. Nee! Hi. Ik was het nog niet van plan. Hey man. Hey, sorry, ik ben al niet helemaal klaar. Is goed. Ik heb een cadeautje voor je. Selwyn, ik heb iets voor je. Nee, kijk maar. Kijk eens, ik heb iets voor je. Kijk. Kijk dan. Ja, I don't. Ik heb al toortjes. Nee, ik vertrouw je niet. Ik gooi toortjes! I don't really know you. Nou, we hebben de afgelopen weekend toch echt wel zitten bonden hoor. Dat is waar. Alright, is er een... Oké, okay. Er is wel... Oké, okay. Als ik het goed doe, is er een... Niet in kosten bespaard. Nee, dit werkt niet. Oh, jij idioot! Dude, dit is mijn enige kans, maar het ding is dat het... Het is geen kans. Het gaat me nooit lukken. Nee, inderdaad. Nee, ik kom je achterna. Wat is dit? Oké, okay, succes! Doe eens eventjes Battle Royale! Ik weet door moest gaan. Hey, zo! Ja, Douglas. Ja, het punt is, Selwyn zit helemaal daarboven. Ja, maar nu blijven er toch altijd Selwyn, 2 over. Wat dan? Er is geen regel dat ik niet naar boven mag. Nu mag je Selwyn maar naar boven, dat is van ik heb niet. Ho! Klopt! Duk, kan je daar gewoon even de... Zet even de border stil, kunnen we Selwyn in elkaar putsen. Succes! Dank je. Ik ben bijna verloren. Ik bedoel ik ben niet dood. Oké, dat was leuk. Nee!
Kill him! Als je een baar op de grond maakt, dan kan ik hem naar beneden springen. Anders is er echt geen kans meer dat ik naar beneden kom. Oh! Waarom werkt het jullie? Ik heb een bloemetje! Ik heb je bijna! Nee! Ik heb je leven! Zo heeft gewonnen! En ik heb de muur gesloopt. Ja. Oh, weet je waar ik spawn? Dat was ik denk ik niet. Nee, ja, ja. Nee, ik probeer je te slaan, maar ik miste. Nee! LOL! Zo hey, volgens mij was dat een geslaagde aflevering. Ik ga hem afsluiten. Iedereen, okay, heel erg bedankt voor het kijken. Wacht. Waar is tot iedereen? Oh, daar. Keer. Waar is Ralf? Ik ben naar onder aan het gaan, ogenblikje. Wat? Onder? Ja, ik was helemaal bovenaan de top. Duk, sorry, je moet even terugklimmen. Oh, nee. Oh my god. Kom even terug hierheen, Duk. Waarom ben je daar, Duk? Sowieso. Spijt me. Waar is Ralf? Ben je er al? Ja, ik ben er. Yay! Oh, yay. Okay. Goed, in ieder geval iedereen heel erg bedankt kom voor het kijken. Ook. Kom je er ook bij staan, Ralf? Ja. Kom voor het afscheid. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei! Oh wacht. Oeps. Knuffel me! Doei! Die rode rat is zo eng! Die rode rat? Wat? Zo. Oh nee! Hoppatee! Oh nee! Kut camera! Oh van jullie, wat knuffel! Dag iedereen! Doei! Hey, ik leef nog. Ik ben de laatste. Ik denk dat we even moeten praten. Tijd om jullie belangrijkste vraag te gaan beantwoorden. What the fuck is er aan de hand? Fuck! Toch een hand? Moet hier weg, man! Dit zit al veel te fucking lang! Hallo internet en ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering van Noobcraft. Als je op dit vlak klikt, ga je naar meer sadistic survival. En als je op dit vlak klikt, ga je naar de webserie van mij en mijn huisgenoten, genaamd 33 Adventures, waarin ons huis de ruimte gaat. En waarin wij wekelijkse updates hebben. Dus ik hoop dat jullie daartoe gaan. En anders, je kan ook nog hier beneden op de subscribe knop klikken. En in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!